Tell me when if it's not today. Day by day, angry by rain. Promise that's the price to pay. Yeah. Without rain, nothing grows. Hold on tight to your soil. Don't forget where you're from. Giving up, it's so easy that anyone can do it. But never give up if you are really sure that you want it. You might be afraid, but it's up to you, baby. It's been a fucking way without you, and all I could think of is you. Can you tell I fell out just for you? I had to let you go. Hallo? Hi? Nog effies? Nog 2 seconden? Let's begin, bruv! Hallo, hallo, hallo! Yo, goedenavond, goedenavond! Hey, houd een duintje, goedenavond! Hey, Jujiro! What's up, bruv? Eerlijk, wat vind je van, wat vinden jullie van mijn nieuwe overlays? Eerlijk, ziek of niet? Tering lang mee bezig geweest, daar niet van, maar ja, ik heb mijn best gedaan. Helemaal gek, ouwe. Ja, echt ziek. Ja, super vet. Zeg maar gewoon, is makkelijk voor jou. Ja, precies, oké. Daan, Daantje. Ik zou geen houten Daantje, dat is me te lang. Maar ja, man. Hoe is het, chat?
Hoe was jullie weekend? Wat hebben jullie allemaal gedaan vandaag? Daarom zeg ik het. Ja. Ja, moe, maar goed. En met jou, ja. Maar mij gaat lekker. Ik had eventjes gepauwen net op de bank. Ik had gegeten en ik viel gewoon KO op de bank. In de sneeuw gelegen. Bruh, sneeuwt het bij jou? Tering, ouwe. Nou, hier in Alkmaar gebeurt nog niks, hoor. Welke sneeuw blijft niet liggen? Wij hebben gewoon sneeuw. Hey, yo, ouwe. Dus jij krijgt gewoon woensdag een gekke sneeuwstorm, joh. Dat hadden ze toch voorspeld of zo, dat er weer sneeuwstorm aan zou komen. Vanmiddag wel, hoor. Ja, nou ja, het was eerst, vanmiddag was het een beetje hagel en toen echt heel klein beetje natte sneeuw. Maar dat was niks, joh. Dat noemde ik geen sneeuw, hè. In Alkmaar en hier. Oh. Ik eerlijk gezegd, ik heb vaak naar buiten gekeken op mijn werk, maar ik voel het wel allemaal meevallen. Ja, hoop het niet. Nee, echt, hè. Nou ja, aan de andere kant hoop ik het wel weer een beetje, maar dan krijg je misschien wel sneeuwvrij. De laatste keer dat ik sneeuwvrij heb gehad, dat is gewoon fucking op de basisschool, gek. Jesus, dat is teer lang geleden. Maar ik denk niet dat het heel erg gaat worden. Denk ik, hoor. Je weet het maar nooit hier. Maar ik haat sneeuw, maar het kan leuk zijn voor mijn kind. Ja, dat wel. Om het voor je kind om het te laten meemaken is wel leuk. Kijk, ik haat geen sneeuw of zo. Maar het is niet fijn. Het is nat, vies, koud. Vochtig. Nee, man. Niks van mij, eigenlijk. Geef mij maar gewoon lekker. Emotional damage! Hey, Dunja. Goedenavond. Thanks voor de biddies. Geef mij maar minimaal 20 graden, hè? Dan is het lekker. Anders hebben we het weer koud. Ja, kijk, het hoeft niet weer extreem warm te zijn, want dat gaat weer te ver. Minimaal 25. Nou, het hoeft. Ja, 25 is ook nog te doen. Maar 30 bijvoorbeeld, dat gaat weer een beetje te, vind ik. Dat is gewoon vies. 20 is niks. Nou, in Nederland is dat heel wat. Dus ja, man. Nederlands 30 graden is wel. Ja, precies dat. Dat is gewoon vies. Gewoon weg. 40 minimaal. Jezus, 40 minimaal? Wat zeg jij allemaal, doe ja? Nee joh, dat is, dat is echt niet lekker. Ik heb het wel eens meegemaakt trouwens. Vroeger toen ik naar Turkije ging. Toen was het 42 graden. Was tyfus heet, ouwe. Was niet normaal. Ja, Turkije is goed, hè? Dat sowieso. Maar ja, weet je, kijk, als het in Nederland 40 graden wordt of 30 überhaupt, dan is het gewoon vies. Het is gewoon een heel ander klimaat aan warmte. Ik heb daar midden in de zomerperiode. Oh, 5, jezus, 50 graden. Nee joh, dat kan je niet meer ademen joh, van de hitte. Helemaal geen energie, helemaal niks. En dan heeft hij hele hoge luchtvochtigheid. Ja, dat dus. Luchtvochtigheid is gewoon in Nederland heel anders. Ja. Ja, het is wel gek hoor. Nou, geef mij maar gewoon. Ja, kijk wat je zei, Daan. 25 graden is wel gewoon perfect. En nog was ik niet verbrand. Was Jezus, niet verbrand. Zo. Dat hoor je ook niet vaak. 26 ook nog. Ja, ik weet niet. Kijk, dan ga je al een beetje richting de 30, hè. 30 graden. Dan ga je naar de viezige.
eerste keer dat ik was verbrand was in mijn zwangerschap, hè? Ja, joh. In je zwangerschap en al die jaren daarvoor helemaal niet. Dat is wel gek. Ik ben misschien in mijn hele leven 2 keer verbrand geweest. Maar het komt ook een beetje dat ik een kleurtje heb, dus dat scheelt al een beetje. Maar zelfs als ik, omdat ik een kleurtje heb, dan kan ik ook nog verbranden, mensen. Even want als ik aan de zon denk. Ik ben geel, niet wit. Jezus. Ik ben geel. Wat zeg je allemaal, joh? Ik ben paars. Balkan olijf. Jezus, hoe verzin je het? Ja, ik word nooit helemaal wit. Ja, true that. Dat is waar. Nou, ik zeg je eerlijk, als ik... Ik denk dat ik zwart word. Ik kan ook echt goed bruin, donkerbruin worden, jongen. In de zomer. Maar chat. We gaan vanavond trouwens eventjes een nieuwe game uitproberen. Super normal. Die is pas geleden uit. Spelenkring. Ja, rust. Rustig. Ik zeg heel eerlijk, ik heb er niet echt in verdiept in de game. Ik heb hem gewoon gekocht. Want ik dacht van, ja man, fuck it. Het zag er wel op zich wel grappig uit. Ik heb misschien 10 seconden de gameplay, of nou ja, trailer was het meer gezien. Ik dacht van, misschien is het wat. Wacht, even kijken. Kijk, super normal bitches. Ik ben heel benieuwd naar de game. Ik zal wel vet in mijn broek schijten met deze game, daar niet van. Let's begin. Ik hoop niet dat het geluid super hard staat, trouwens. What the fuck? Invert muis. Oh joh, what the fuck moet wel. Brightness is gewoon Gucci. Nee. Zo. Nou, ik denk dat ik er eigenlijk niet aan moet veranderen. Nieuw game. Before you start, ensure that the microphone is properly connected to your computer. If you want to fully utilize the game's features, remember that the microphone is not mandatory to complete the game from start to finish. Okay. Even snel kind naar bed doen. Daan, heb je dat nou nog steeds niet gedaan? Je wilt meekijken, je wilt dat ik ga spelen, maar dan ga je weer weg. Wat is dit? Even kijken, you finish this experience, don't worry, that in the game doesn't mean you'll have to start everything from the beginning. Kijk, dat is chill. However, it can have an impact on the ending. I designed it to ensure that your journey is not interrupted and remains completely engaging and immersive for about 2 hours. Okay, 2 uur lang. Dus het is eigenlijk net zoals een game wat Jesse laatst speelde dus. Die duurde misschien maar een half uurtje of zo. Of 3 kwartier, denk ik. Maar deze game duurt maar 2 uurtjes. Let's begin, denk ik. Of, nee, ik wacht wel eventjes. Ik wacht wel even tot Daan terug is. For the best experience, make sure you play with headphones and a microphone. Ja, die heb ik. Die heb ik gek uit. Even kijken, chat. Kennen jullie deze game trouwens? Of al wat over gezien? Daar ben ik heel benieuwd naar.
Als Daan eventjes opschiet. Go, 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 go. Ja, moet ik beginnen. Ze komt er vanzelf al. Alles behalve super normal. Ja, ik kijk half mij. Oké, ik begin wel. Fuck it. Wyatt, thank you for coming so quickly. I just got back into the city. And when I arrived here, I found blood all over the place. I am terrified for my daughter, Sophia. Her passion was playing the piano. And she's only 14 years old. Oh ja, trouwens chat, jullie kunnen dit als goed is allemaal klippen. And where she is. Mr. Sakamoto, I understand how worried you must be. Rest assured, I'll do everything in my power to find you and get to the bottom of this. Can you tell me more about Sophia, the situation? Of course, Wyatt. Sophia's mother passed away a few years ago, and since then, she's been staying alone in this apartment most of the time. I have to travel frequently due to my work, and I haven't been able to spend as much time with her as I'd like. She was a really shy girl. The graphics is well received, hoor. Heerlijk. Might have made her vulnerable to something sinister. I understand, Mr. Sackman. The more information we have about Sophia, the better our chances of locating her. Are there any friends or acquaintances she might have spent time with recently? She didn't have many friends, to be honest. Zo, de achtergrondgeluid is wel hard hoor van deze game. And the music studies. I'm afraid I've been too focused on my career and haven't been the best father to her. But right now, that doesn't matter. I just want to find her safe and sound. We'll do our best, Mr. Sakamoto. Any small detail could be vital in this investigation. Is there anything else that you can think of that might help us in our search? Yes, there's something else. You can stay here as long as you need, and feel free to use any resources you require for the investigation. Money is no object in finding my daughter and understanding what happened to her. Cooperation is greatly appreciated. Oh, ik ben zo benieuwd, jongen, dit. Ik denk dat deze game echt fucking eng is. Keep you informed of any developments. Please, try to remain calm and patient during this process. Thank you, Wyatt. Your dedication means a lot to me. However, I have to leave now, as I need to make some arrangements. Please keep me updated on any progress, no matter how small the detail. Keep you informed every step of the way. Don't worry. I won't rest until we find your daughter. Do you remember anything else? Or oh yo, ik kan gewoon om me heen kijken. Fuck. Don't hesitate to contact me. I won't, Wyatt. I trust you in your skills and abilities. Find my daughter, and I'll pay whatever it takes. Please. Bring her back to me safe and sound. I promise you, Mr. Sakamoto, I'll do my best. Take care, and we'll be in touch soon. Okay. Wacht, laat me als eerste eventjes het geluid staat tering hard. Oké, kind ligt in bed. Gezel. Even kijken, voice recognition, camera motion, motion blur, nee. Staat hier ook een controls dan ofzo? Oké, wacht. Interact, voice recognition, shift. Dus je kan ook gewoon je voice recognition gebruiken. F, flashlight, crouch, control, zoom, oké. Dus het valt wel mee wat je... Oh, dear. Okay. You can turn the lights on and off using the light switches. Okay. Hey, lichten blijven lekker aan. Dicht daar van. Not now. Not now. Ziet er ziek uit. Oh. Die is een beetje kapot, hè?
Move the camera to find a clue to examine it. Hold down the zoom button. Crumbling pieces of paper scattered around. Oh, zo. Could be torn notes or messages. Zo. I need to carefully piece them together. Kijk lekker mee, Daan. Oké. Kan ik ook naar buiten? Nee. Is hier ergens een light switch? Waarom is hier in de keuken geen light switch? Waarom klinkt dit zo creepy, guys? Jammer, ik keek net. Corner for the Ouija board. Nee. Right here. Ouija board. Oh nee. This adds a whole new layer of intrigue nee, to the case. Nee, dom. Geil, nee joh. Hallo, mag ik lopen? Dankjewel. Maar eerlijk, de graphics is wel heel dik van de game. Oh. Ew. Ew. Bloody handprints on the cutting board. A chilling sight. Wat is crime scene holds ja, dark secrets. And I won't stop until I find the truth behind these disturbing marks. Iemand was ongesteld. Ja, ja, ja. Kan ik weg? Nee. Die kan ik ook. Another set of dirty dishes with dried blood. Dit is toch nooit goed als je Ouija board gaat spelen, jongens. Don't try this at home. Oh. Oké. Oké. Ew. Try it over. Nee, hell no! Waarom kan ik naar binnen? Wat is dit? Oh, zo. Blood on the closet board. Oh, mijn god. Hand smudges. Spirit, ja. Yeah. Something more sinister? I need to investigate further and find out what happened. Waarschijnlijk moet ik zo naar boven. En dan gaat het gebeuren. Bloody handprint on the sink. Maar dit is eigenlijk gewoon een investigation voor wat er met zijn dochter is gebeurd. I must follow the trail and piece together what transpired in this place. Oké. Dan denk ik dat wij naar boven gaan. Maar waarom is hier geen licht? Is hier stuk of zo? En waarom is het donker daar? Mijn god. Kan ik hier naar binnen? Nee. Lekker laat weer stream maps. Ja, maar echt hè. Oh. Ik sta nog steeds te crouchen. Waar gaan we eerst heen? We gaan eerst hierheen. Die deur kan nog niet open. Hey. Waarom wordt het zo pikselig? Hallo? Kan ik die deur dicht doen? Nee, ik kan die deur niet dicht doen. Maar ik kan ook niet naar boven kijken. Nee, daar gaan we.
Ik had het vorige keer ook met mijn Streamlabs. Ze zijn lekker traag. Ja, echt hè? Hey, wat is dit? Nou, dit is een match. I'm finding a plethora of pillboxes. This raises questions about the family's mental state. I need to examine these closely. Understand their significance. Ja, deze... Er is iets niet helemaal pluis hier in dit huis. Oké, ja, dan ga ik denk ik maar terug. Hier nog even kijken. Hier nog iets is. Bedankt. Oh, kut. Wat is deze? Kan ik niet in. Oké. Sommige deuren die zijn nog dicht. Waarom ook een eng geluidje? A massive blood trail. Oh. With a handprint on the laundry machine. Surrounded by foul smelling clothes. Au, poor Dan. For your ass. I don't want to. Moet ik nu weer naar beneden of mis ik iets? Ik denk dat ik iets mis. Want hier in deze kamer is het wel heel erg statisch ofzo. Wat is deze? Kan ik die bekijken? Nee, ik kan niet kijken. Oké. Ja, dan gaan we weer naar beneden. Er is niet zoveel te zien, denk ik. Oh nee, hè. Het begint nu al. I can see you. Oké. Waarom wordt het blurrig? Je ziet het bord. Waar? Oh, daar. Is dus. Oké, wacht. Die heb ik niet gezien, hè? Ouija board on the shelf. Kijk. This case just took an unexpected turn into the mysterious. I'll need to explore its significance and potential connections to the missing person. Hey, achievement. Nice. Maar oké. Ja, en nu moet ik alles wat ik heb ontdekt. Other things to do. Hoe bedoel je? Better get back to him. What the fuck moet ik nog meer doen? Oh mijn god. Ja, maar nog maar een rondje, denk ik. Ik ben een beetje op on edge. Ken je dat gevoel, Chad? Dat je het gevoel hebt dat je op elk moment een tyfus harde jumpscare kan krijgen. Volgens mij mis ik iets. We gaan weer naar boven. Kan ik hier niet naar binnen? Nee. Oh
Hello. It's me you looking for. Oh, die heb ik helemaal gemist, guys. Gewoon een gun. An unexpected sight. Pistol. In this case, raises serious concerns. Die miste ik even. I need to be cautious and determine its relevance to the missing person's investigation. Kijk. Oké, ik heb nu een pistool. Waarom gaat het geluid harder? What is going on? Hello? Oké, guys, mis ik iets? Moet ik weer naar beneden? Oké, what the fuck? Wat doen dan? Shouldn't touch his personal stuff. Personal stuff? I need some help, bruh. Before I'm gonna die. Yeah. You need a priest. Nee, maar echt, hè? Mis ik hier iets of zo? Dirty dishes with dried paint stains. It appears someone hastily tried to clean up. Die heb ik al gehad. Hidden use matches, deliberately concealed. Oh. Somebody was here, trying to cover their tracks. A massive blood trail behind the pot. A clear sign of struggle. Okay, die heb ik ook voor mekaar. Was een achievement. En nou? Gaat een beetje. Aan. Wel flinke regen, though, trouwens. What the fuck? What should I do? Lijkt Nederland wel. Ja, echt hè? Check de piano. Piano. Check de piano. Wie staat hier? Oh, thanks! Die zag ik ook niet. Bloody handprints. I miss the piano-loving environment. It's
unsettling to think what might have happened to Sophia. I'll leave no stone unturned in my search for answers. Thank you. Okay. Ja, het zijn wel echt details waar je naar moet kijken. Want je kan echt heel veel dingen over het hoofd zien, dus blijkbaar. Oh, kut. Nee. Hier helemaal niks. Oh mijn god. Nou, nu gaat het komen hoor. Dat kan ik opnemen. Hallo? Ik kan niet opnemen. Ik heb gewoon een flashlight de hele tijd, bruh. Wacht. Zoom. Oh, dit is het enige. Takamoto Masato-san wa ima kotaerare masen. Voice mail o nokoshite kudasai. Ja, dat kan ik niet verstaan, hè? Wyatt, it's Masato Sakamoto again. I'm sorry for not mentioning this earlier, but I just remembered something that might be crucial for the investigation. I have security cameras installed all over my apartment. You can access the camera footage through my laptop. It has night vision capabilities and works best when the lights are off in the specific room where you want to use the camera. Please be careful when reviewing the footage. It's essential not to miss any details. Okay. I hope this information helps you in search for Sophia. If you find anything, no matter how insignificant it may seem, okay, please let me know immediately. Lekker irritant dit allemaal. I'm counting on you to bring my daughter back to me safe and sound. Thank you for your dedication. Nou, ik denk niet dat zij huh? Oh shit, oh mijn god. There's no turning back now, stond er. Now we're fucked, boy. Dit is zo creepy, hè? Oh mijn god. Hier gaat sowieso wat gebeuren. Dit stuk. Ik hoor al shit. Ik hoor nu al... Ik hou niet van kamers. Nee, echt. Ik hoor nu al enge shit. I know. Okay. Sophia? She creepy as fuck, boy. Hoe ga ik weg? Oké, okay, ze is in die kamer. We gaan er naartoe. Ik wil niet, maar ik heb geen keus. Oké, okay, chat. Pak er. We kunnen pak er.
gone though? Waarom staat ze hier nou te wijzen naar de lichtknop? Moet die uit? Of zo? Moet die aan blijven? Keep this light off, oké. Okay. Waarom? Waarom moet dit licht uitblijven? Ah! Oh mijn god! Ik had mooi niet geluisterd. Oh mijn god! What the fuck is dit? Ew. Oh hell no. Hell fucking no. Hallo? Voice recognition has been unlocked and now you can attempt to communicate. Oh mijn god, je kan communicaten. Oh. Ik weet niet of ik hier nog zin in heb. Shit. Oké, okay, wat was Oh shift. Hallo? You pussy. Beneden of zo? Ja, die deur is dicht, maat. Hey, what the fuck is dit? Hell no, ik ga naar beneden. Laat me met rust. Ik wil helemaal geen geesten jagen. Ik kom gewoon alleen voor Sophia en ik wil gone. Dat is voor aandacht. We gaan weer achter de camera. We kunnen look it out. Waar de fuck ze nu staat. Oké. Okay. Oh. Waar zal ze staan? Wat is deze? You? E-mail? You find e-mail? Wat? Oké, okay, exit. Wat? Sowieso, ik moet weer naar die kutkamer. Shit! Oh, ik mag gewoon toegestaan worden hoor. Moderator. Oh, what the fuck. Gekke glitch. Echt hè? Oei, Johan, neef. Gekke piano. Maar er stond iets op. Hey! Er stond iets op de. Wat is deze?
Wat is dit dan? Waarom die mag nog wel even oefenen, ja. Dit is geen Wibi Suriabi. Motherfucker. Oh shit, kid. Bloody handprints in a home where Sophia loved playing piano. It sent shivers down my spine. She was in danger within these walls. Waarom staat dat rechts? I must find out. Dus deze. Sophia? Where are you? Volgens mij mis ik iets. Maar ik kan nog niet in. Fuck hoor ik. You find email. Oké. Ik moet die e-mail moet hebben. Staat ze nu achter me en dan ga ik schrikken. Heel rustig omkijken. Hallo? Hier stond ze. Te creperen. Oh mijn god. Dat is wel kut dat het zak, die zaklamp altijd... Hey, what the fuck? Ik moet die volgen, denk ik. Dit is wel eng, ouwe. Plik, plik. Waar ga je naartoe? Heen. Wat is dit? Oh mijn god. Ze wil dat ik lichtknop uitgaat. Oh nee hè. Ik durf niet. Sophia! Oké, chat, zal ik naar boven of zal ik eerst even op de camera's kijken? Kan je... Ik kan het huis niet uit... Auw! Fuck!
fuck. Maar... ze heeft me nu gekild, maar... wat moet ik doen dan? Het is wel een kusje. Maar ik ben dus dood gegaan? Dit is all a dream. Ja, maar waar kan je heiden? Je kan nergens heen. Mis ik iets? Ik moet een e-mail. You find e-mail, ja, maar. Hoe weet ik wat die e-mail is? Want ik heb geen login, geen wachtwoord. Dat is wel kut. Het zou dan hier moeten wezen ofzo. In die laadjes zoeken of zo. Sophia. Oh mijn god, doe dat niet alsjeblieft. Niet in die prulletjes of zo. Crumble papers. Discarded like they hold no value. But in this investigation. Maar thanks for the biddies, Just. Jane. I'll unfold their secrets, no matter how small. Kun je weer aanklikken? Ik snap niet zo goed waar ik heen moet. Klinkt als een kat die spint. Hoe de fuck ga ik aan een e-mail komen? Waar moet het staan? Holy fuck. Denk boven. Nou, we gaan wel gewoon naar boven. Oh, yo, hey. Jezus. Ik ben al on edge. Moet je me niet laten schrikken. Die geest wil gewoon alle lichten uit ofzo. Maar dat gaan we niet doen. Oké. Ik heb 20 plus loempjes gevangen, nog 10 denk ik, ben ik klaar. Oh, lekker doen ja. Lekker hoor. Kom je ze ook brengen, of niet? Oh mijn god, what the fuck? It's the ring, bitch. Nee, ik wil niet dood, ik wil niet dood. Oh my god. Ja? Yeah? Run, bitch! Run! Ja. Ik kan niet redden. Doenja, ik wil ook... ja, echt hè, Doenja. We willen allemaal in de chat een loempia van jou. Waarom hoor ik haar? Ik hoor haar... Oké, wordt weer tijd voor camera beelden. Bam! Ik wil ook. Ik wil ook doen, ja.
Oké, wacht. We gaan even kijken. Jullie mogen hem afhalen. Wat dacht je daarvan? Oké. Ik hoor iets. Oh mijn god! What the fuck is he doing? Ze is niet helemaal 100. Dat is één ding zeker. Hoe lang gaat ze hiermee door? Wacht. Hoor ik het nog? Nee, ik hoor het niet meer. And she's gone. Bruh. Oké. Zal ze wel een hoofd van krijgen? Nou, ik denk eerder migraine. Engel masker. Ik heb nou eigenlijk nog steeds geen e-mail gevonden. Ik weet ook echt niet waar ik daar moet. Waar ik heen moet om dat te kunnen vinden. Ik kan niet open. Oh my god. Gaan we weer. Aha. Kan die deur open? Nee, die kan niet open. Waarom wilt je elke keer die stomme licht uit hebben? Ik wil dat niet. Oh. Ja, zit jij ook op te eten? Jezus, iedereen eet hier in mijn chat. Ik zit hier als een bange schijt het achter de pc. Een ring, bitch. Te zoeken. Oh my god. Ik zou al lang al uit dit huis zijn gevlucht. Het is niet goed voor je hart. Voor je gezondheid. Je mentale iets. Wacht eens, is er geen commands list van dingen dat je kan zeggen in de game? Ja, dat weet ik dus niet. Wacht. Show yourself. Oh. What the fuck? Hoorde je dat? Hey. Die heb ik niet gezien. This crime scene tells a chilling tale. Okay. Do something. Dat is hier toch? Eeuw, Carlo eng! Ik hoor iets. Fuck. Wat is de password? Hey, what the fuck? Oh mijn god! Woi, yo! Ja, echt letterlijk. What the fuck is dit?
Jezus, ik zit helemaal te zweten, jongens. Ja, joh. Wat is dit, joh? Die is niet goed, joh. Oké, wacht. Dus... Kevin. We kunnen dus een comment gooien. Alleen, ja, de laatste comment was niet zo goed uitgepakt. Maar... Wacht. Password. Oei, joh. Ik zoek weer de pleurs, joh. Ik kom mijn vriendin even binnen gelopen. What is the password? Nee! Murder? Nee! Oh, hell no! Stop! Stop it! Murder? No! No murder! You're crazy! Oh, kan ik hem uitzetten? Of ga ik dood? Tuurlijk, ik kan hem niet uitzetten hoor. Uit! Wow. She likes you, ja. Het zou best. Oh jee, ik kan weer met de lullen. Dat microfoontje komt er weer. Are you okay? Nee, ik ga dood! Ren! Oké, nou, één ding is duidelijk. Als dat dingetje tevoorschijn komt, ben ik sowieso dood. Maakt niet uit hoe. Oké, we gaan wel even de camerabeelden weer even kijken, want... Oh, jezus, mijn hart is... Dit is niet goed, joh. Oké. Donker? Ja? Nee. Ook nog niks. Hey, wat staat er? 2RK. Nee, ik ga dood. Waar is hij? Ze is heel dichtbij. Waar is hij? Oké, wacht. Guys, what the fuck staat daar? 2RK? Is dat... Wat moet ik daarmee? Is... Dat zijn zeker die... voor de e-mail ofzo. 2RK? Ik zie niks. Wow. Ze wilden me doodmaken. Still alive. Waar is ze? Oh, dat achtergronddeuntje vind ik maar niks. 2RK, oké. Het is ook tering donker hier. Kijk, hier zo. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien hoor, op de stream. 2RK. En dan hiernaast is een handje. Ook handjes. Oké, ik ga eraf. Wacht. Kan die back? Brightness een beetje hoger gezet. 2RK, wat de fuck is... Oké. Daan, onthoud de 2RK. Wat moet ik met 2RK? Moet ik zeker weer naar boven? Ja, die e-mail. Ja, ik denk dat het iets te maken heeft met de e-mail. Ik hoor het. Kalm.
Je zit in deze badkamer, gek. Nee! Gunna... Oh my god. Ze zijn aan het dansen. La 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 la. En gone. Oh, ze is er weer. Oh mijn god. Dit is niet goed. Dit spel is niet goed, joh. Emotional damage. Ja, joh. What the fuck, ouwe. Mensen, dit is niet goed voor je hart. Speel dit niet. Oké, ik denk dat we wel een stukje verder zijn met dit spel, maar ik heb nog steeds geen e-mail. En thanks voor de biddies. Kan ik deze? Ik hoor haar hier gewoon, hè? Ze is hier gewoon. Ik zit gewoon het licht aan, motherfucker. Het gejank de hele tijd. Oké, ik ga naar beneden, fuck it. Niet zo jank hier. Net een ezel. Oké. Nou, camerabeelden. Even kijken of we iets geks zien. Oh, wacht. De telefoon. Die is leeg. Hoppa. Oké. Ja, thanks voor de bits. Maar ze is dus in de kuken. Zal ik even verder kijken? Waarom zit ze te flikkeren met de keukenlicht? Ik denk namelijk dat alle lichten uit moeten. Of niet, chat? Denk ik, hoor. Ik heb er geen idee. Je ziet alleen geen moer meer. Ja hoor. Ze wil alle lichten uit. Ik wist het. Oh shit. Show yourself. Where are you? Kalm. Ah! Oh shit! Ik mag niet praten dus. Oh. Nou ga ik dood omdat hij zo'n piek geeft. Kutzooi. Wauw. En ik ben weer levend. Oké, dus alle lichten moeten uitgaan. Dan. Oké, wacht. Oké. Let's go. Dus deze moest uit. Met al die handjes, die ga ik allemaal uitzetten. Straks hebben we allemaal geen licht, joh, hier. Oké. No. Oh, die was al uit, sorry. Weet ik veel. In principe zeggen ze gewoon dat je weg. Ja, maar echt, hè? What the hell? Oké, dus als ik de lichten uitzet, dan
Dan komt op de camerabeelden dus waarschijnlijk die letters tevoorschijn. Oké, we gaan weer naar beneden. Want hij gaat op volgorde dus blijkbaar. Als die chick er is en die microfoon komt weer tevoorschijn, doe ik gewoon mijn microfoon gewoon uit. Wat dacht je daarvan? Oké, let's see. Oké, wacht. 3-2-0-0-9. Daan? Gooi het even in de chat. 3-2-0-0-9. Oké. Dus je krijgt dus elke keer weer wat erbij. En hier heb je 2 RK. Hier heb je nog niks. Hier, find email. Oké, wacht. Zal ik het gewoon proberen? Paswoord 2RK. En dan 32009. Sign in. Nee, hè? Oké, kut. Die kan dus nog niet. Oh, daar is ze weer. Oh, ze kan me niet killen terwijl ik op de laptop zit. Eeuw, kijk dit! Wow! Ik kan niks. Denk ik. Nee. 2 RK. Lek de muur. Of is het andersom? Nee, misschien is het andersom. Oh, kut. E-mail. Twee RK. En dan hier. 32009. Nee, kan niet. Ik denk paswoord. Ik denk dat 32009. Oh, kut. Nu zit ik hier. 32009. Ik denk dat dat paswoord is, maar... En dan dit, RK. RK2. KR2. 2RK. Bruh. Wacht, we moeten even terugkijken. Ja, er staat een 2 en RK. 2 RK. Staat hier nou iets? Ik kan het niet lezen, joh. Wat staat daar? 1 maand. Hé, hier staat ook iets trouwens. Wat staat daar? Ik kan het niet lezen hoor. Kunnen jullie dat lezen? Toevallig? Nee, hè? Ja, daar staat 1 MA. En er staat een A'tje. MA.
wat zal het wezen? 1MA. Dus je hebt 2RK. Mark 2009. Ja, zal ik het gewoon proberen? Alleen. Dan klopt inderdaad het wachtwoord niet, nee. What the fuck hoorde ik net? Volgens mij stond ze achter mij. Ja, dat is een goeie. Misschien alleen Mark? Nee. Ja, lastig. Dus je hebt... We hadden... Wow. Kijk, we hadden... Als eerst hadden wij... Deze. Ah. Ik denk dat... Ja, wacht. Inderdaad. Ja, of... Kijk, hieronder heb je de... Ja. Ja, niet zo janken. Ja, je hebt inderdaad Mark, maar dan heb je hierboven die letters natuurlijk. Dus ik denk 2. Wat is die andere? 2, 3. Ik kan die andere niet. Mark, gewoon, ja. Mark. 2009. 1, 2, 3. Nee. Misschien zo. 1, 2, 3. 2009. Hè? Mark, 1, 2, 3. Sowieso is het iets met Mark. Dat is 100%. Mark. En dan... Die heeft een eentje erboven. Wat weird dit. Dan heb je gewoon 1, 2, 3. Ja. Twee, drie. Wacht. Mark, 2009. Nee, kut. Oké, nou, ik weet het niet. We gaan een rondje lopen, denk ik. Misschien moeten we het wachtwoord nog ondervinden, hoor. Daar niet van. Waarom ook enge... Achtergrond. No find password. What the fuck? Geef me password dan, bitches.
Oké. Wat werd op de grond gegooid? Let je look behind you. Er werd iets op de grond gegooid. Iets gegooid. Oh, oh. No find password, ja. Dat dus. Geef me het wachtwoord. Ik wil een wachtwoord. Oké. Als het goed is, hebben we dan nu nog iets. Ja. Oké. Ik ga even checken, want ik op de camera zie ik heel. Nee, ik ga niet kijken. Zit ik vast? We gaan even naar de badkamer, jongens, omdat we er zin in hebben. Omdat het spel super leuk is. Ja, ik zie niks. Blood on the flush, hand smudges. This could be a crucial clue. I need to dig deeper. Oh, wow. Oh, yeah. Uit. Vijf. Five guys. Staat daar nou ook een S? 1 S. Ja. Oh mijn god.
Oké, wat hebben we nou allemaal? Wow, yo, wat hoor ik allemaal, joh? Dit is zo spannend, hè? Oh mijn god. Oh, Jamie. Oké. Piano. Twee W. Ik heb het allemaal niet meer bijgehouden, joh, guys. What the fuck? Ze speelt nu wel wat beter. Oké. Oh, my god. Ik hoor shit boven, denk ik. Beneden, natuurlijk wel maar. Ik zie je sowieso niet. At the top landing, use the light switch on the right of the stairs. Je moet 8 letters vinden. Ja, hoeveel hebben we er nou? Oh nee, hè. Ik moet er nog eentje. SP. Ik krijg het gevoel dat de laptop mijn safety zone is. Kachet,
Jullie houden het bij voor me. Ik ben al die letters alweer vergeten. Fucking 8 stuks. Dit gaat wel sneller, lijkt wel. Now go downstairs, upstairs and downstairs again to get a light flashing in the living room. Let's go! 3A. Oh! Jesus. Fuck. Oh, even slokkie. Sweatpants. 3A. Left side couch. Oh, die staat daar. Die zit hier. Moet het liggen ook kniepie. Hoor haar weer. Ja. No, not behind me. 7J. Oké, hoeveel moet ik er nog? Upstairs again, use a light near the bedroom on the right. Oké, dan gaan we naar boven. Och, kuttafel. Chickie. Like Spider-Man. Deze 8K, 8K, geen 4K maar 8K, boys. Oh shit, er gaat iets gebeuren. Ik wist het. Wow, yo, Kaulo heftig. Yo, deze huis is haunted as fuck.
tyfus. Waarom zit ze dan te schreeuwen? On the right couch, dat is die. En nu? Hij knippert nog niet. Oh, degelijk. Nu hebben we ze allemaal toch, als het goed is? Boven. Kijk, hier loopt ze. Is al klaar? Hallo? Oké, we gaan het proberen. Wat? Mark 2009 inderdaad. Die had was eerst. En dan wachtwoord. Wat zei je? Sweet. P-J-K. Sweet. P-J-K. Nee, hey, maar hij doet het niet. Niet. PJK. Jezus. Hij doet het niet, guys. Ja, met hoofdletters. Oké. Okay. Dan. Sweet. PJK. Bam. Lekker man. Oké, wacht. It's really nice to meet you to Mark. Chloe James, did you like them? Marta Suzuki. So happy you were also 14. Amanda Clark. What's your address again? Sofia Sakamoto. I'm so looking forward to it, Marky. Oké. Okay. Oh, je hebt hier een hele... Jezus, oké, okay, wacht. Oh ja, met elk dingetje heb je een andere gesprekstof. Gekke pedo, ja echt. Oké. Okay. Willen jullie dit ook meelezen? Of denken jullie, fuck it, we gaan dit niet lezen, we gaan gewoon door. Ja, als het belangrijk is, ja, dat is wel een ding trouwens. Oké, we gaan het gewoon lezen. Hey ja, Rachel, I'm so happy we met. It's like super cool adventure. Rachel, Mark, this app is like magic. I'm bouncing with you. Mark, you're totally right.
It's like we found a hidden treasure or something. What's your favorite ice cream flavor? Dit is allemaal bullshit gesprekstof. Wacht. Marcel, let's hold hands and step into this wonderful story together. Here's my phone. Let's meet at my place. Sounds great. Can't wait to meet you in person, Mark. Okay. Dit is open. Here's my number. Mark, text me when you're free to come. Dat is alweer Mark. You've come over to my... What the fuck is it with this guy, Mark? Hey, telefoon gaat. Wacht, ik moet hem opnemen. Wacht. Kom maar aan. Maar er is iets niet goed met de ene Mark. Neem op. Booty call, ja echt hè. Nee, ik ga niet achter me kijken, maf. Wat denk je jij? Neem op! Sakamoto Masato-san wa ima kotaeraremasen. Voice mail o nokoshite kudasai. Hello, this is Dr. Danaka. I'm leaving a message for Mr. Masato Sakamoto. I'm sorry to inform you that you missed another appointment for your new medication. I've been trying to reach you, but you haven't responded to any of my calls. I'm growing increasingly concerned about your mental well-being, especially considering your history of mental illness. It's crucial for you to follow your prescribed medication regimen, as it significantly impacts your stability. Please, Mr. Sakamoto, get in touch with me as soon as possible. It's essential that we discuss your situation and get you back on track with your treatment. Thank you, and I hope to hear from you soon. Take care. Oké. Dat is wel gek. Dat is wel lijp. Wat zit hier nou te janken, joh? Wow, ik hoor een deur. Waar sta je? Ergens boven te bonken. Maar waar? Wat zit hier? Hoor je dat? Boven. Is dat hier? Of die andere deur? Dus die deur, die hierachter. Moet ik erheen gaan? Fuck it, ik ga gewoon uit. Precies, YOLO. Fuck it. We hebben toch niks te verliezen. Kijk, dit is de deur die je hoort. Oh! Wow, yo, gek! What the fuck is dit? Hij is gewoon die enge creepy. Guy, hij is gewoon allemaal, nee. Hey, dit is ziek.
In a chilling, desolate apartment, the cold body of Detective Roy lay lifeless. The season investigator in a ruthless silence forever. Maar hij zat dus aan medicatie. Hij is dus diegene die niet helemaal 100 was. Tering. Heftig, man. Ja. Hey, deze is echt fucking heftig. White's relentless pursuit of truth is Dart's determination to unravel the grim secrets held within these walls. Had brought him face to face with a darker reality than he could have imagined. The horrific truth was clear. Mr. Sakamoto, Sophia's father, had been the perpetrator behind his daughter's disappearance and the demise of the other innocent girls. Jezus, oké. Okay. Hij sneuvel al die andere mensen, houden. But the revelation had to come too late, why the discovery cut short by brutal end. It is what it is! It is what it is! When his body found at the crime scene, the once bustling apartment was now an eerie silence. Mr. Sakamoto nowhere to be seen. Oké, okay, hij is ook gewoon verdwenen. Hitori Dead Productions. Eerlijk, wat vonden jullie van deze game? Eerlijk, ik vond de graphics though, die vond ik wel echt dik. Dat hadden ze wel echt mooi gemaakt van dit spel. De verhaallijn, het was een beetje, ja, je moest dus blijkbaar gewoon allemaal shit ondervinden. Wacht, oké. Okay. Oké, okay, wacht. Waar kom ik? Ik zie. Oh, ik wil zeggen. Oh, joh, dit spel, hè. Had er meer van verwacht. Ja, ik had er ook meer van verwacht. Maar ja, ze hadden van in de intro hadden ze al eigenlijk gezegd dat het zo'n 2 uur zou kunnen duren. Nou, ik ben nu 1 uur en 51 minuten bezig. Dus ik denk dat het kan wel kloppen, die 2 uur. Het is gewoon een short verhaallijn. Nou ja, verhaallijn, het is gewoon... Je moet gewoon uitzoeken van wat de fuck er is gebeurd. Daar niet van. Uiteindelijk is die guy zelf gewoon niet 100. Zat hij gewoon aan de medicatie. Die was gewoon ziek in zijn kop. Die heeft gewoon al die vrouwen allemaal vermoord. En gelokt, zoals we zagen in de e-mails. Ja, je kreeg hints van mij. Ja, joh. Ik denk als ik die hints niet had van jullie, van jou en Jamie, sowieso, dan was ik langer mee bezig hiermee. Net zoals met al die letters en zo, snap je? Dan had ik het uiteindelijk zelf maar opgezocht. Als ik er echt niet uitkwam. Maar dit... ja, was wel ervaring. Ja, en ik hoop trouwens wel, though, met die... Als ze deze korte game al zo'n gruwelijke graphics al kunnen maken... Dan ben ik wel echt heel benieuwd met de andere games die hun maken. Die uit gaan komen, zeg maar. Kijk, want deze game is nu misschien een paar dagen net uit... Maar het is niet normaal, dat lijkt wel Unreal Engine, joh. Zo mooi. Even kijken. Maar ja, man. Even kijken. Ik ben nu bijna 2 uur bezig. Even kijken. Even kijken wie er nog allemaal live zijn. Ballistic, like that, yeah.
Great Lucky. Ja man, wat zullen we nog doen? Of we gaan iemand raiden. Dan kom ik morgenavond gewoon weer live. De Dead Streamer Girl X doet vet man. Zal ik even kijken? Dead Streamer Girl. Dead Streamer Girl X. Laat me even checken. Oh ja. Ja. Kijk, dan gaan we haar gewoon raiden. Even kijken. Dat is die. Ze doet de nieuwe weekly challenge. Oh, oké. Okay. Ah, dat is wel leuk. Let me check. Let me check that out. Oh. Ben benieuwd wat het nu is. Ja, oké. Okay. Gewoon even checken. We gaan er gewoon even checken, hè? Even kijken. Ik weet niet. Ik heb sleutels. Ja, maar jij gaat hem niet gebruiken. Je gaat mij opofferen. Ja, goed idee, hè? Ja, zullen we haar gewoon doen? Fuck it. Nee, Jessica, ik kan het niet houden. Ja, nee, ik moet wel smuts hebben. Ik moet echt wel smuts hebben, anders durf ik het niet. Fasmo, mooi man, die fasmofobia. Oké, wacht, we gaan er gewoon reden, fuck it. Waar staat ze? Hier staat ze. Mensen, thanks voor het kijken. Het was een gruwelijke chat. Het spel was gruwelijk. Morgenavond zal ik weer live gaan. Hou me op de gaten in Discord. Hoe laat en zo. Dus ja man, slaap lekker vast. We schakelen nu gelijk over naar Streamer Girl X. Die is vast mijn fobie aan het spelen. En dan gaan we haar even ophypen. Fuck it. Lekker man. Let's begin. Ja, gaat hij beginnen? Bam. Laat eens. Hey, Magic Joe.